Bloem. Goed zo. Ik vind het van deze kant goed zien. Oh, wauw. Oh, is het ook mooi op zijn? Zo stond ik weg. Nou laat het even mij niet. Kom maar. Mooi met je achterin. Leker, want ze houdt het dus niet, hè? Dan pers ze even vroeger. Kom op, dame, doe je best. Sorry. Ja, soms zie je ook bij, tijdens het kalken dat de melk al gaat lopen. Dat zie je vaak bij paarsen die de eerste keer moeten kalken. Is dit dus haar eerste keer? Nee, de vijfde keer. De vijfde keer al. Dus ze moet genoeg ruimte hebben. Goed zo. Nou, pers door. Kom op. Pers even door. Juist. Ja. Zal ik je wel vertellen? Doe maar. Goed zo. Kom maar. En meteen doen ze met pasta ontvormen. Dat is kalfjes. En dan heb je dat probleem niet meer. Dan komen ze helemaal niet door ons. Ja. Maar wij zijn hier ook. Ja, dan moet jij weten. Dat is jouw professie. Oh, had ik een pauze, ging ik nog niet eten. Ja, maar zo meteen kan ik niet meer eten. Ik pak die boterham hier. Ja, die heb ik thuis weer. Oh, nou, dat kan niet. Dat is de andere. Kijk. Kom even kijken, want je ziet nu wat. Je ziet nu door de blaas heen, zie je iets weg. Ja, zie je? Dat is een hoekje. Dat is een hoekje. Dus je ziet één poot al. En als het goed is, moet je twee poten gaan zien. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Het blijft ook iedere keer mooi als het ja. We mogen niet aan de andere kant staan, hè? Een beetje van die kussen. Nee, dat is als de basis. Zie je twee poten aan de zijkant? Ik zie er ook maar één. Ja. Maar het drukt er iets anders daarboven tegen. Ja, dat is de neus. Oh, yes. Ja. Of de andere poot, of de neus erop ligt. Volgens mij wel. Ja? Ik weet niet, ik kan net niet zien. Ja, kom eens trouwens. Je kan aan de poten ook zien of die voorwaarts of achterwaarts ligt, hè? Ja. Of op de kop, hè? Slag zo. Mag zo. Ja, zo, ja. Ja, kom maar. Hij wil gaan staan. Zo wil gaan staan. En er wordt ook een veulen in. Ja, ik weet het niet. Nee, ja, maar dat is niet nieuw. Dat is een andere. Maar zeg, die dacht ik. Ja, de andere. Niet de serie, maar de film. Nee, zo'n andere. Kijk. Kom maar. Straks past hij een keer. Denk ik. Maar hij is erg sterk, deze poten. Dus kijk, dat is een andere poten. Ja, dat is dus belangrijk. Want zie je dat niet, dan heb je dus kans dat één poot zo ligt en de andere poot zo. Kan die dan geboren worden? Nee. Wat moet je dan doen? Helpen. Juist. Dan haal je, dan ga je er langs en dan doe je de poot, neem je in je hand. En die haal je erbij, als het kan. Als dat niet kan, word je een keizersnee. Maar je beschermt altijd de hoef. Want anders schiet hij door de kamers. Als je hem erbij had. Blijf. Ja, hij gaat staan. Ja, maar het last, hij heeft last. Het moeite om uit te krijgen. En dan kun je bij de geboorte altijd zien wat het gelijk wat het is of? Ja. Want een stier heeft last onder de buik zitten. En balletjes.
Ja. Ja, kom maar. Oh, Rina, hij komt. Ga dan. Er zijn twee kleine poten. Kijk, Rina. Kom maar. Kom zo. En als het nou goed is, ligt de neus van het kalfje liggen op de pootjes. Hij ligt dwars. Hij ligt dwars. Kom maar, hij draait erbij. Daarom is die koe aan het... aan het hippelen. Hebben jullie een naam voor deze koe? Hebben jullie een naam voor deze koe? Ja, deze hebben. Als ik al die namen altijd. Ik onthoud het. Dat is, ik kom op drie bedrijven en dan. Zeg maar uit Japan. Ik heb ook al een boer in Japan. Kijk, dit is nu echt persen, hè? Ja. Ja, ja. Ja. Ja, het knappen. Moet het knappen? Uiteindelijk knapt het. Ja, dan moet je hem eraf halen. Als er echt in een kliep komt, dan moet je de innermiddag losmaken. Als het al op, zeg maar, erin zou blijven. Want dan kan het dus... ben ze niet bij. Nou maar persen weer. Ja. Ja. Hele kalf, denk ik. En daar ga ik erin. Of wat Martin dacht misschien. Hij is wel dik, maar hij is op tijd. Een tweeling komt meestal eerder. Oh, daar komen de oortjes al aan. Dan kun je bijna. Hij zou toch eigenlijk volgende week pas komen? Vorige week zou hij komen. Een tweeling wordt meestal eerder geboren. Dat dragen ze praktisch niet. Meestal 14 dagen eerder. En soms nog eerder. Dat was bij mensen stukken. Ja. Maar een dik beeld. Nee, dat is niet waar. Twee of drie weken. Nee, een maand te laat. Kom eens! Mijn broer was een paar weken te vroeg. Wil je niet zo blij maken met het trekkertje, want de koe wordt daar een beetje bang van. Nee, ja, kijk, hè. Ja, dat kan als kalf er helemaal uit, maar het kan ook nu zo meteen in één keer. Kijk, nu komt het al verder. Zie je, iedere keer schieten die poten wat verder. En nou, je wacht meestal met trekken tot de poten zo ver eruit zijn. Ja. Dan weet je ook, en als de neus erop is natuurlijk. Want de, als het goed is moet nu dadelijk het hoofdje zichtbaar gaan worden. Ja, ja, goed zo. Je kunt al een beetje zien als hij lichte pootjes heeft. Niet te donker worden. Dan hopen dat hij verder mooi rood wordt. Zo, je lacht als het zwart uitkwam. Sorry. Dat was bij die wegleuk. Kom hier staan dan. Kom maar. Ja, nu kan ik niet met in. Ik ben van. Ja, kom maar. Twee pootjes heeft hij, zie je dat? Mijn moeder ook dan, hè? Ja, ze kan niet lopen. Kom maar. Ja, ja. Oh. Zie je nog geen hoofdje erop daar in de hoek? Daar? Nee, ik zag nog geen hoofd. Een neusje, iets wits of iets roze? Jawel. Ja. Dat is de enige wat ik zie. Ja, ik moet ook mee. Bij mama, we kunnen je normaal weer zien. Zo, dag. Nee, blijf maar liggen, schat. Kom maar. Blijf maar liggen. Pardon.
zitten twee pootjes in. Er zit het neusje in van het kalfje. En hij wordt straks geboren. Kunnen jullie hem zien? Ik weet niet hoe lang jullie blijven of dit nog meemaken. Nee, mama. Ja, we zijn er. Oh. Jongens, kom eens even. Zo graag. Hoor je dat? Ja. Ja. Dat is echt niet jij. Kom maar. Ze gaat wat goed hoor, dat lijkt. Maar het is niet als bij ons dat het kan scheuren. Het gebeurt maar zelden. Nou, dat het scheurt. Ze heeft al vier gehad, dus het lijkt me niet. Kom maar, rustig. Ja, dat kan. Oh, dat is die stomme vliegen zitten erbij. Ja, eigenlijk. Ach, kiekt. Ja, daar komen nog wel meer van straks. Farik, moet je hier komen? Je kan mooi zien, joh. Neus. Ik zie geen neus, maar... Ik kan aan mij liggen. Nee, daar, de snuit. Waar is Martin, Farik? Binnen. Daar, kijk dan. Boven een pootje. We zagen hem even in teken. Kom maar. Ja, ik kan helemaal niet. Dat is zo'n klein kalfje. Dat is zo'n bol. Het is niet in één keer ploeg. Nee, binnenkort klimmen, dat kan niet hoor. Het is heel knip in het filmpje. Ja, dat kan niet. Wil je even dat hoofdje erin? Dat kopje erin. Oh. Zeg maar tegen haar. Kijk eens. Ja, als missen die het binnen. Ja, lekker wel hier. Het helpt niet als je er tegen gaat hoor. Oh ja. Sorry, het is uit wat het is. Pardon. Ja, ze heeft het goed. Ja, dat is 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 go
Want nu ligt hij in het vlies. En die gaat hij ademhalen. Ja, dan moet dat wel. En dan stikt hij. Oh my gosh. Oh, gussie. Een schatje. Mooi, hè? Dat moest ik ook doen. Hangt hij dan? Ach, gus. Wat is dat? Ik ga nu een tandpasta maken, dan help ik hem even trekken. Dit kan een gevaarlijk moment zijn, want die koe die sommige koeien dat kalfje beschermen. Mm-hmm. En dan willen ze mij te pakken nemen. Oh, die oogjes. Oh my god. Ach, kijk nou. Ja. Een stiertje. Nu gaat die koe, die gaat al die vliezen opvreten en zo. Oké. Het afval achterlaten, want voor de roofdieren, hij heeft hier niet zoveel last van. Baba. Die voorstellen dat wij dat zouden doen. Hoe kan je dit dicht bloed? Jawel, oh jawel. Nee, maar dat ze dat vissen. Nee, ja, echt? Ik heb het op film. Ah, oh, kijk nou. Kijk, ja, we zijn er klaar. Maar dat kan vandaag. Ik zet hem nu in de hazen, ik noemen ze dit. Want dan kunnen ze longen beter in en uitgaan. Mooi, hè? En de koe moet de rest doen. Super schattig. Ja, dat is het. Ja, heel leuk. Je hebt me van de koe gezien. Ik heb een mooie stage voor de koe. Ja, dat is het. Zo. Ja. 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 Is het nou bruin of is het wacht? Kijk dat die koe mij nou het hok uitjaagt. Dat vind ik niet zo leuk. Maar ik snap die koe wel. Ja. Want die wil eigenlijk mij helemaal niet erbij hebben. Nee, nee, nee. En morgen kan gewoon bij de koe in het hok. We hebben alles op film, hè? Je had niet even gewacht op. Ja. Wij zouden daar lopen. Ja, natuurlijk. Ja, net laat. Ja, jij had beloofd. Ja, maar hoe laat is het nu nog? Hoe laat is het? Het is gewoon lang pauze. Ja, bij pauze was het toch 5:01.